Suriname heeft samen met Bhutan, Madagaskar en Panama tijdens COP29 in Azerbeidzjan het G0 Forum gelanceerd. Een initiatief dat carbonnegatieve en carbonneutrale landen verenigt. Het doel is om mondiale klimaatactie te versterken, meer erkenning en steun te krijgen en een duurzame wereld te bevorderen. President Chandrika Prasad Santokhi noemde het forum een cruciale stap om als verenigde kracht op te treden en de bijdrage van deze landen zichtbaar te maken. Het G0 Forum zal samenwerken aan beleidsoplossingen, technische expertise ontwikkelen en innovatieve financiering stimuleren om koolstofputten te behouden en biodiversiteit te beschermen. Het initiatief benadrukt het belang van samenwerking, innovatie en het versterken van de stemmen van deze landen bij internationale klimaatbijeenkomsten. Het forum zal opereren met een rolerend voorzitterschap en een permanent secretariaat.